tiener brengt winkelierster kapverwonding toe om sigaretten. Tiener RP, 15, heeft een winkelierster met een scherp voorwerp verwond aan haar rechterhand. Hij is door de politie van Santodorp aangehouden. In overleg met het Openbaar Ministerie is hij ingesloten in het Opa Doelie doorgangscentrum. De winkelierster heeft aangifte gedaan tegen RP. Voor zware mishandeling, zij verklaarde dat RP de winkel binnenstapte om sigaret te kopen, zij weigerde om de sigaret voor RP te verkopen omdat zij wist dat hij minderjarig is, RP. Liep vervolgens boos de winkel uit, een dag later, afgelopen donderdag, ging RP weer in de winkel. Op een bepaald moment trok deze jeugdige geweldenaar dat scherp voorwerp tevoorschijn en kapte de winkelierster daarmee aan haar rechterhand, RP. Werd door omstanders aangehouden en vervolgens overgedragen aan de politie. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis om medisch behandeld te worden, meldt de politie Public Relations.